Morgen dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sammy en ik doe 30 dagen dagvlogs. Vandaag heb ik een leuk plannetje. De hele dag met nepnagels op proberen te lopen. Want ik heb dus laatst nagels gekocht bij Shine. En dan ga ik deze dag doorbrengen met nepnagels op mijn handen. Hoe lang ze meegaan, of ik ermee kan handelen, dat soort dingen. Dit zijn ze. Ze gaan dus op met stickers. Dus ik ga mijn nagels even reinigen. En plakken maar. Alle nagelstickers zitten erop en dit moet ik er nu aftrekken. Dan kan ik daar de nagels op doen. Ik heb hier dus alles liggen, mijn stash. Het ziet er zo lelijk uit. Dit is een kraaienpoot. Hij is schuin. Oké, mijn nagels zitten erop. Ik vind het niet mooi staan bij mij. Oké, allereerst moet ik nu even heel snel mijn vlog uploaden. Ik moet daarvoor nog een thumbnail maken. Ik merk dat ik die... Ik kan... Shit, sorry. Ik kan helemaal niet meer goed... Ik moet heel plat op het toetsenbord te werk gaan, omdat ik anders die tipjes de hele tijd aanraak. Oké, dit lukt aardig met de laptop. Oh, dan moet ik typen. Wat kut. Zo, mijn vlog staat online. Alle nagels zitten nog. Het is redelijk goed gegaan en ik moet nu mijn haren doen. Freshly washed. Okay, let's go. Zit dit in mijn haar? Oh mijn god. Gaat eigenlijk best goed. Maar ik moet zeggen, niet zo heel zorgvuldig als dat ik normaal mijn haar doe. Maar goed. Het is tijd voor nagellak. Ik heb deze Kiko Milano nagellak. Basically dezelfde kleur. Nou, dat is snel gedaan. Dat moet hij echt nog gaan wennen. Maar misschien moet ik de hele outfit dan of zo af hebben. Een tasje en zo. Oké, nu moet ik een half uur wachten. En de nagels zijn droog. Dan is het nu ready for make-up. Nou, ik ga mijn haar toch vast proberen te doen. Oh, dit lukt aardig. Yes! Oké, make-up. Oh, dit is wel ideaal voor de siepjes uit je ogen te halen. Nou, dat ging eigenlijk te makkelijk. Approved. Don de Jong kijken met mijn nagels. Geslaagd. 10 out of 10. Dansen, zeker geslaagd. 10 out of 10. Nails zijn intact. Ik ga nu boodschappen doen. Ik moet de afwas nog doen. Ik moet de was doen. Dus dat ga ik natuurlijk ook allemaal met deze lovely nails doen. Oh ja, en oorbellen in doen. Hoe gaat dat? Uitstekend! Ik ben in dit logo. Jullie liggen in het mandje. Ik heb veel te veel spullen in mijn mandje geladen. Echt. En ik heb alleen maar een klein tasje bij. Maar, zo fancy. I made it! Misschien doe ik een soort van extra voorzichtig met de nagels of zo. Maar ik vind dat ze best wel goed op blijven zitten. Tot nu toe. Vooral met het dansen. Dat was echt de moeilijkste opgave. So far so good. Nu een wasje draaien. Hier ligt alles. Ik heb soort wel van het gevoel alsof ik alles voorzichtiger moet doen of zo. Weet je wel? Maar dingen vastpakken en zo. Omdat dan anders mijn halve nagels afgaat. Last but not least. Nou, dat ging soepeltjes hoor. Nu moet ik natuurlijk de afwas doen met deze nagels. Nou doe ik sowieso altijd de afwas al met dit. Because I don't like my hands to get dirty. De nagels zitten nu hier. Alle afwas is gedaan en ze zitten er allemaal nog op. Maar door het hete water is deze een beetje... Oh. Deze is naar achter geschoven. Ik besef het me op het moment. Ja, was! Het is duidelijk. En dat doet een beetje pijn. No go. Fuck you. Oh, ga stuk. Ik heb hem wel weer een beetje naar voren geschoven. Ah! Hoe doen mensen dit überhaupt met nagels? My god. Zo, het is nighttime. Ik lig heerlijk in bed. Nog steeds met mijn nagels. Als je trouwens afvraagt waarom ze zo lelijk uitzien. Ik doe het alleen voor de challenge. Ik ben gewoon benieuwd hoe lang ze meegaan of ze afgaan. Ik vind
dat ze nog best wel stevig zijn. Lijken wel echt op enorme kraaienpoten. Ik moet best wel fors zitten en dan gaat hij wel omhoog. Komt omdat het stickertje bij deze ook niet op de hele nagel zit. Ik ga er nu mee slapen. 24 uur challenge is aan. Morgenochtend kunnen ze af. Heel veel dingen kun je wel doen. Maar omdat het echt van die plastic plaknagels zijn, doet het soms best wel pijn. Of ben je gewoon extra voorzichtig. Kijk, want als ik dit nu doe, dan gaat dat natuurlijk hierachter zo wringen. Maar ja, ik bedoel voor een avondje of zo. Ja, tenzij je niet naar het toilet moet om de grote boodschap te doen. Want hell no. Ik ga nu lekker slapen. Ik zie jullie morgenochtend weer. Goedemorgen. Made it. Ik ga ze er nu ook gelijk afhalen. Want ik wil stoppen. Ik ben er klaar mee. Het voelt gewoon een beetje raar of zo. Omdat ze een soort van wel los zitten. Maar het is wel, kijk. Het is heel moeilijk om ze eraf te krijgen, maar ze zitten natuurlijk wel los. Kijk, dit zijn mijn nagels nu. Al dat plastic zit er nog op. Nou, op zich wel een goed teken dat het er zo op blijft zitten. Is het fijn? Voor fijnheid geef ik het een 6 min. Een 5. Een 4. Handigheid geef ik het ook een 4. Kan het mooi zijn? Dat kan het denk ik wel. Die van mij waren niet zo mooi, dus dat geef ik wel een 10. Dus voor een keertje op te doen, geef ik dat gewoon een dikke 10. Dan kun je het echt wel doen. Dan is er niks mis mee. Je ziet het niet. Het is best wel prima in gebruik. Dat was mijn review. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden natuurlijk. Dan hoop ik jullie ook weer terug te zien bij een volgende... Oh nee, het valt achter mijn bed. Bij een volgende video. Vergeet zeker niet te liken. En te abonneren op mijn kanaal. Jij daar. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens.